Als je nou het hebt over pianisten die erg goed spelen, dan heb je een heleboel. En zij speelde ook goed. Maar ze had ook iets te zeggen. Ook met Liszt. Tussen alle virtuositeit in, vond ik het altijd interessant wat ze te zeggen had. Trouw aan de noten. Dat was Van Toos. En we nemen het liefst één tempo. En dat moet je niet versnipperen met romantische uithalen of wachten of mooi doen of een grote pianist spelen. Integendeel. Al van jongs af aan is Toosje bezeten van muziek. En haar eerste pianoles wordt op film vastgelegd door haar vader. Het orkest is misschien nog niet compleet, maar er wordt al flink geoefend. Bij de familie Noske krijgt ze aanvankelijk les van Abraham, maar al spoedig neemt zijn vrouw Leni het over. Zij doet de gevorderde leerlingen. En niet veel later gaat het dan al over techniek, een stijlgevoel. Toos wordt er kind aan huis. Hier met Abraham, Leni en hun zoon, de jonge vioolvirtuoos Willem Noske, die zich later zal opwerpen als dé promotor van de Nederlandse muziek. Hij maakt furoren en concertreizen gaan al per vliegtuig. Toos gaat naar het Amsterdams Conservatorium, waar zij les krijgt van Nelly Wagenaar, dochter van Johan Wagenaar, de componist. Middelbare schooltijd speelt zich af tijdens de oorlogsjaren. De ingestelde avondklok is voor Toos zelf niet zo'n probleem. Dat laat er veel tijd om te studeren. De meeste scholen blijven open gedurende de oorlog. Alleen in het laatste en zwaarste oorlogsjaar sluiten vele noodgedwongen de deuren. Dit is in de lente van 1944, wachtend op de examenuitslag. Het schoolplein met de jongens, de meisjes, de leraren. Later dat jaar Toos met een, zo lijkt het, iets specialere klasgenoot.
Dit is de door haar vader gefilmde ravage na het bombardement op Den Haag-Bezuidenhout. 1 maand voor de bevrijding. Het doel was een lanceerinrichting van op Engeland gerichte V2-raketten. Maar dat blijkt een vergissing. Ruim 3000 huizen worden verwoest in het gebied van ons voormalige KC-gebouw. Als de oorlog is afgelopen, begint Toos met het geven van concerten. Ze speelt in gevangenissen met Willem Noske en in het verwoeste Duitsland, voor zowel Amerikaans als Duits publiek. En ze gaat studeren in Parijs, bij Marguerite Long, die Ravel nog persoonlijk gekend heeft. Ze is een regelmatige gast op de Franse en Duitse radio en maakt tournees naar Rusland, Cuba en de Oekraïne. Na de studie in Parijs gaat ze naar Wenen om te studeren bij Viola Tern. De Weense klassieken vereisen nu eenmaal een andere benadering dan de Franse. Beethoven speel je niet met een Chopin-aanslag. Toos, hier met haar moeder, raakt verknocht aan Wenen. En ze ontdekt er ook de muziek van Liszt, waarvoor ze een hartstochtelijk pleitbezorgster wordt. En met Liszt vindt ze een wapenbroeder in Martijn van den Hoek. Die wint in 1986 het internationale Frans Liszt concours en verhuist kort daarop naar Wenen. Tussen hem en Toos ontstaat een bijzondere band. Ze spelen concerten en maken opnames. Wenen is zonder muziek werkelijk ondenkbaar. Er zijn wel 40 pianowinkels. Als de muziek stopt tijdens de corona-lockdown is de stad ontzield. Martijn heeft die periode echter kunnen gebruiken om te herstellen van een zware operatie. Wenen. Nou ja, hier wordt muziek gemaakt. Hier is muziek een beroep. Weet je, toen ik in die ziekenhuizen lag, dan moeten we dus uitgaan dat ik in 9 verschillende ziekenhuizen gelegen heb gedurende 22 maanden. En dan ga je dus nadenken, wat heb je eigenlijk nodig om te kunnen leven? Nou, ik heb natuurlijk piano nodig, dat is heel duidelijk. En waarom dat is, vraag me dat niet. Muziek is een oneindig vat wat voortdurend gevuld wordt. Die ijzeren drive om bezig te zijn daarmee. Simpelweg omdat je, als je het niet doet, voel jezelf niet fijn. Het is niet anders. Dat wordt een dagelijkse behoefte. Kijk, met Toos en ook met Daniel Weyenberg, die tegelijkertijd in Parijs studeerden, is er een tijdperk te beleven geweest waar we nu vandaag de dag bijna geen weet meer van hebben. Haar spel was een absoluut gedegen pianospel. Er ging echt niets aan haar aandacht verloren. Ze was trouw aan ieder detail wat ze ontdekte in een partituur. Maar niet alleen wat de partituur als artistiek plaatje haar gaf, maar ook de wens om technisch zo perfect mogelijk te zijn. En als er nou 1 school was in de 50er, 60er jaren van de vorige eeuw, die op perfectie van techniek stond
En die simpelweg dat als voraussetzung, ja, als bedingung voor een carrière überhaupt zag, dan was dat wel de Franse school. En zij studeerde, net zoals Daniel Weinberg, bij Marguerite Long. Marguerite Long schijnt in mijn ogen vandaag de dag, 2021, een figuur uit een of andere horrorstory. Simpelweg omdat ze het onmogelijke verlangde van haar studenten. Maar ze kreeg het voor elkaar om die studenten aan het werk te zetten, zoals ze waarschijnlijk in hun leven daarna nooit meer hebben gewerkt. En dat was bij Toos ook zo. Werk was heilig. De heilige werkplicht. Toen ik haar voor het eerst ontmoette in 1979. Ja, ik was nog jong en ik had een heleboel lichaamstaal die ik wilde inzetten om indruk te maken op mijn publiek. En met Liszt ging dat natuurlijk ook heel erg goed. Het waren de leerlingen van Liszt die tot in de vorige eeuw het vaandel droegen van wij zijn leerlingen van Liszt. En hij deed dit zo en hij deed dit zo. En daar maakten ze dan de meest geweldige show bij. Ja? Met grote handgebaren, hè? En af en toe haren laten groeien en hop, die haren naar achteren gooien. Handschoentjes aantrekken en die het publiek inwerpen voordat ze begonnen te spelen. Zodat het publiek over die handschoentjes zou vallen. En dan was de pianist al eigenlijk gezegend voordat hij überhaupt een noot gespeeld had. Nou, dat was dus helemaal niet de wereld van Toos. Schiedam. Het huis van de pianisten Bart van Oort en Petra Somlaai. We hebben het dan wel over de voorloper van de piano, de fortepiano. Beide hadden ze met Toos te maken op het Koninklijk Conservatorium. Toen ik zelf toelating deed op het Conservatorium in Den Haag in 1978, zat Toos in de commissie. Zij was een van de 6 pianodocenten. En toen ik terugkwam uit Amerika in 1991 en zelf docent werd aan het conservatorium, toen vond ik in de examencommissie dat Toos daarin zat. Zij kon de studenten feilloos doorzien op het gebied van niveau, op het gebied van ambitie, op het gebied van technische ontwikkeling. En haar recepten bij overgangsexamens bijvoorbeeld, die waren heel goed. Dus we waren heel blij dat ze erbij was. En zeker later, toen ze steeds meer uit de school verdween, is ze altijd toch bij de examencommissie gebleven, tot ze te ziek werd om nog te komen. Dus tot 2 jaar voor haar dood heeft ze bij ons in de commissie gezeten. Ik heb haar leren kennen in 2007 of zoiets, toen ik naar Den Haag gekomen. Ze was in mijn examencommissie in de Konkwan, toen ik studeerde. En eigenlijk ze was de enige moderne pianist in de commissie, op de fortepiano-examen. Ja. Dus ze had een heel andere ogen voor alles wat wij deden. Ze heeft veel bijgedragen aan onze examencommissie bij de fortepiano. Als niet-fortepianist was zij de voice of reason. Gezond piano spelen, gezond muziek maken. En daar hadden we wel vaak veel discussies over. In de zin van een stijlclash. Haar jaren 50, 60 stijl, die past natuurlijk niet helemaal bij onze moderne opvatting van hoe de klassieken gespeeld worden. En daar hadden we geweldige discussies over. Zij speelde voornamelijk Liszt. Ja. Maar wat heeft dat te maken met de fortepiano? Ja, met de fortepiano per se niks, denk ik. Volgens mij dat was de eerste in Nederland die heeft de muziek van Liszt heel beroemd en populair ook gemaakt. Maar ik zou zeggen, meestal bekend. En ik denk dat
ze zoekt dezelfde dingen in de muziek van Liszt. De waarheid en de originele dingen. Wat wij zoeken op de fortepiano. Met een ander repertoire, natuurlijk. Is er altijd sprake van een strijd tussen het persoonlijke en de componist? De objectiviteit misschien wel, ja. Die strijd is er. Dat is trouwens ook een gezonde strijd. Je wilt niet muziek onpersoonlijk uitvoeren. Maar je wilt ook niet de componist onder laten sneeuwen onder je eigen persoonlijkheid. Dus en die balans pakt bij iedere pianist, bij iedere muzikus veronderstel ik, anders uit. Er zijn natuurlijk heel veel muzici met enorme reputaties en geweldige carrières, waarvan ik vind dat ze een balans hebben gevonden die mij niet bevalt. Maar dan kan ik nog steeds vinden dat ze het geweldig doen. En er zijn natuurlijk veel muzici die meer op de lijn zitten van minder persoonlijkheid. En Toos was er daar wel degelijk één van. Die vond dat je niet moest zeuren. Mijn eigen leraar op het conservatorium, Gérard van Blerk, die natuurlijk haar collega was, die zei precies hetzelfde. Niet zeiken, zei hij dan. En dan bedoelde hij dat ik ergens te lang op een noot bleef hangen of dat soort dingen. En dat is een typische jaren 50 à 70 stijl geweest. Die bij Toos heel erg levend was nog. En dus dat niet zeuren, dat hoorden we nog alles. Toen in 2010 ik ging naar de concours in Brugge. Dat was een pianoconcours? Een fortepiano, ja. Ik heb haar op een gegeven moment gevraagd om met mij te werken en mij helpen om de voorbereiding te doen. En dat was ook heel grappig, omdat ik heb dat gevraagd en haar eerste antwoord was, ja natuurlijk, wanneer starten we? En ik was heel verbaasd. Ik zei, ja, misschien volgende week? Nee, morgen. en dat was zo. En vanaf dat moment elke dag heel hard werken aan dingen. En het was heel erg behulpzaam. Het heeft je ver gebracht. Ja. Want je hebt het concours gewonnen. Ja. En ook na de concours, ze bleef een hele goede controle van mij. Ze heeft altijd gezegd dat ze vindt de fortepiano bijna niks als een instrument. Maar ze vindt de fortepianisten superleuk, omdat ze willen meer weten dan andere muzici over de muziek, over de waarheid van muziek. En dat dus is niet jij eerst als een performer en niet eerst jouw succes en al de populaire dingen, maar echt was over wat was geschreven in de bladmuziek en wat dat betekent en hoe ga je dat op de meest waar manier naar het publiek vertellen. Wat is goed van toon op een fortepiano? Voor een moderne pianist is dan toch wel eens lastig om een toon van een fortepiano mooi te vinden. Dat is wel een discussie die we zeker de eerste 10 jaar in de commissie tussen 1990 en 2000 met haar in elk examen gehad hebben. Die piano's die klinken verschrikkelijk. En ik moet toegeven, we hadden toen instrumenten die niet de top waren in het conservatorium. Die waren er gewoon niet. En onder andere door deze voortdurende campagne van Toos, waar ik natuurlijk van harte achter stond, hebben we uiteindelijk ons wagenpark kunnen verbeteren. En zitten we nu in een situatie waarbij we een groter aantal hele goede fortepiano's hebben. Waarbij over de toon niet te klagen valt. Ze was met haar eigen werk denk ik nooit gelukkig. En dat kon altijd beter, veel beter. En dat was, geloof ik, een motor in haar. Dat maakte haar echt werken tot de allerlaatste moment. In de allerlaatste week van haar leven. Ze was een Bach-fugue in studeren. Sprake over ik ben oud of ik kan het niet meer of het is helemaal geen importance.
Ik woon hier nu 2,5 jaar. En ik ben in feite in 5 minuten in de duinen. En in 10 minuten ben ik bij zee. Nou, Toos heb ik pas echt leren kennen in de examens van de fortepiano in de afdeling Oude Muziek. Ik was toen nog maar net hoofd van de afdeling Oude Muziek geworden. Ik was nog aan het wennen aan de rol van leidinggevende, ook als juryvoorzitter. En Toos was typisch zo iemand waar je in een proces van een jury een soort houvast aan hebt. Van dat is een tamelijk stevige rots waar je op kan oriënteren eigenlijk. 20 jaar daarvoor had ze zich niet kunnen voorstellen dat ze zich er überhaupt mee zou inlaten met die instrument. Ze vond het echt een gepasseerd station. De verbeteringen van de nieuwe vleugel die waren in haar ogen zo goed en zo groot dat het geen zin had om terug te gaan naar instrumenten die dat niet konden presteren. Die klank niet konden voortbrengen. En naargelang ze dus regelmatig en vaker met haar neus erop gedrukt werd van ja, maar het gaat om die muziek. Het gaat om Mozart en Haydn. En dat was wel typisch Toos. Dat ze eerlijk genoeg was om toe te geven. Dat zij eigenlijk diezelfde fascinatie had. Toos was ongelooflijk kritisch. En voor de mensen die haar niet goed doorhadden, was dat niet zichtbaar, maar ze was in de eerste plaats ongelooflijk kritisch op zichzelf. In feite is dat een thema voor haar leven, dat er een substroom was, een onderstroom van zelfkritiek die eigenlijk nooit uitgezet werd. Ze was een niets ontziende kunstenares als het ging om de eerlijkheid van het is het wel of het is het niet. En wanneer het wel was, vaak dachten wij van dat we begrijpen het, we kunnen dat plaatsen. Maar dat was niet zo makkelijk, want in feite was ze niet vast te pinnen op een bepaalde smaak, idee over stijl, wat dan ook. Het ging echt wel een laag dieper dan dat. Toos woonde op zichzelf in Wassenaar. Dat was de villa die haar vader had laten bouwen. Mensen werden daar wel uitgenodigd, ook leerlingen. Maar veel meer kwam je niet over haar te weten als je daar was. Ze had duidelijk haar eigen plek. Wat liever een kleinere kamer was waar ze veel zat en veel las. En in de grote kamer stond dan de vleugel. Dat was het centrum van haar leven, dat was duidelijk. Maar waar zij in geloofde is dat er altijd weer een nieuwe generatie is van muzici die iets te melden heeft en die iets brengt wat er niet geweest is. Dat kun je ook zien aan haar waardering voor grote muzici uit de hoek waar ze dan niet bepaald in de eerste plaats op de voorste rij zat van de fans. En dat is de oude muziek. Ze had een enorm respect voor Frans Brugge. Ze had ook respect voor Leonard. Maar bij Brugge had ze een soort herkenning van een strijder die alles terzijde kon schuiven ten bate van dat ene doel te bereiken. Op een gegeven moment kwam er bij het fonds een verzoek binnen om het project mede te financieren wat anders voor de school niet mogelijk zou zijn. En dat project was heel bijzonder, omdat het hele orkest van de 18e eeuw uitnodigde met de voorwaarde dat Frans Brugge zelf dit project zou dirigeren. Toos was daar onmiddellijk heel enthousiast over. Ze was een groot bewonderaar van Brugge. Ze heeft van dichtbij gevolgd wat hij allemaal tot stand heeft gebracht. En het beantwoordde enorm aan haar eigen wens om zo dicht mogelijk bij wat zij zelf ervaarde als de waarheid over Beethoven en Mozart naar voren te brengen. Ze was ook erg blij dat dit een manier van musiceren was die zonder show-element plaatsvond. Waar alle concentratie alleen maar op de muziek zelf was gericht. Thank you.
ruim een half eeuw geleden. Ik was net begonnen in de Doelen als directeur. En zij wilde met mij praten over een optreden in de Doelen. Ik zie haar nog mijn kamer binnenkomen. En een van de eerste dingen die ze zei, dat ze zo'n hekel aan impresario's had. En daarom deed ze het maar zelf. Enfin, we raakten in gesprek. Natuurlijk heeft ze in de loop der jaren in de Doelen concerten gehad. Maar los daarvan heb ik toch in de loop der jaren ook een behoorlijke vriendschap met haar opgebouwd. Het was een hele interessante dame. Ook buiten de muziek hadden wij regelmatig contact. Uiteindelijk, zo'n jaar of 10 geleden, belden ze op van: "Goh, Huub, ik wil eigenlijk iets doen voor jonge muzici gerelateerd aan het Koninklijk Conservatorium. Zou jij daar met mij eens over willen praten?" Al pratende ontstond toen de idee voor wat uiteindelijk het Adriana Jacoba Fonds is geworden. Daar was redelijk wat geld mee gemoeid, zodat we in de loop der jaren leuke dingen hebben kunnen doen. Er zijn veel beurzen verstrekt, er zijn instrumenten aangeschaft, een klavichord, een pianoforte, een eraarvleugel, een bijdrage aan het fonds dat het Koninklijk Conservatorium heeft opgericht voor de aanschaf van blaas- en strijkinstrumenten voor de afdeling oude muziek. We spenderen behoorlijk wat geld aan vaste projecten als bijvoorbeeld het Side by Side project samen met het Orkest van 18 Eeuw jaarlijks, de Ton Koopman Academy. In eerste instantie hebben we gedacht, we moeten het fonds naar haar noemen, want het zijn haar centen. Dus toen zeiden we het Toos onder Weigert Fonds, het TOF, dat bekt lekker. Maar zij vond het maar niks. Ze was zo bescheiden dat ze niet wilde dat haar naam herkenbaar was in dit fonds. Dus toen hebben we het Adriana Jacoba Fonds van gemaakt, dat zijn haar voornamen. Ja, en zo is het gekomen. En is dat niet een contrast tussen iemand die zelf op de concertorganisator afstapt en de bescheidenheid van de naam? Ja, maar dat is juist het leuke van Toos. Ze zat vol contrasten. Ook bijvoorbeeld het feit dat ze haar hele leven vooral Liszt heeft gespeeld. En aan het eind van haar leven zich bekeerde tot pianoforte. Is natuurlijk best interessant. Grappig genoeg kon zij niet zelf echt veel op die pianoforte tot stand brengen. Als je natuurlijk je hele leven Liszt hebt gespeeld, dan ligt dat niet voor de hand. Maar nam niet weg dat zij een grote liefde had voor het instrument, de pianoforte, en ook voor de muziek die daarvoor geschreven was. En soms denk ik wel eens, ja, Toos die haar hele leven zeg maar zo idolaat van Liszt is geweest, misschien dat ze haar grote voorbeeld Liszt ook gevolgd heeft door op latere leeftijd hetzelfde doen als Liszt heeft gedaan, namelijk de verstilling zoeken. Liszt is op het eind van zijn leven in Rome gaan wonen, had een van de lagere priesterwijdingen, was katholiek geworden, componeerde hele verstilde muziek, niks met al die fratsen van het verleden. En ja, Toos is ook op latere leeftijd katholiek geworden. En ook die verstilde muziek, ik weet het niet. Het is misschien toeval, maar wel een leuk toeval dan. Thank you.
MUZIEK